Verscholen tussen de tuinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zit een pareltje verscholen met voor ieder wat wils. De perfect gelegen camping De Lakes, biedt zowel fijne kampeerplekken als unieke overnachtingen in dit prachtige gebied. We gaan langs om een kijkje te nemen. Er zijn verschillende soorten accommodaties en kampeerplaatsen. Er zijn kampeerplaatsen met een hangmat om lekker te relaxen. Dichtbij speeltoestellen voor de gezinnen met kinderen. En plekken met echte privacy in een eigen duimpan. Daarnaast zijn hier ook luxe accommodaties, zoals bijvoorbeeld de Dune Lodge-tenten, inclusief airco. En hotelkamers met ontbijt in het restaurant. Er zijn diverse soorten activiteiten voor het hele gezin, zoals bijvoorbeeld korren, Dat is met een sleepnet door de zee en dan vangt men kleine visjes en garnalen. Maar ook surfen, suppen. Er is een recreatieprogramma aanwezig voor het vermaak van de kinderen. Maar kan ook heerlijk ontspannen worden in de wellnessbus. Manicuren, pedicuren, massage. En er zijn zelfs yogalessen. Het natuurgebied de Kennemerduinen leent zich uitstekend voor wandelen, fietsen. Maar kunnen ook vogels gespot worden en natuurlijk dieren, schotse hooglanders, vossen. Daarnaast is Haarlem in de buurt met zijn heerlijke terrasjes en zijn winkels. Of natuurlijk het Bloemendaalstrand waar je een heerlijk dagje kan zonnen en daarna genieten op een van de terrassen bij de heerlijke strandtenten. Duurzaamheid is erg belangrijk in een natuurgebied. Zo wordt er gewerkt met de Gouden Milieubarometer. Dat is een predicaat voor recreatiebedrijven op het gebied van duurzaamheid. Dan kunnen we denken aan waterbesparende douchekoppen, afvalscheiden, het gebruik maken van zo min mogelijk plastic en vervoersmiddelen die over het algemeen elektrisch zijn.